Nou, Roos is mijn assistent. Mag ik een tasje vasthouden? Ja, oh, dat heb ik nog gelijk nodig. Ja, laatste. Nee, moet je hem eens vasthouden. Ja. Laatste zag ik een nootje. En toen en dacht ik in dat nootje een hakenkruis te zien. Dus ik heb zo'n beetje zo'n schets gemaakt. Zo. En ik dacht, dan kan jij het ook zo'n beetje laten zien. Oh ja. Ja. Ik zie hem. En toen dacht ik, en het was toch niet zo, maar ik dacht, wat nou als dat gebeurt en dat in de natuur zo wordt geëvalueerd? Wat zouden we dan daarmee doen? Zouden we dan alle bomen omhakken? Of, ja, sowieso lijkt me wel interessant om de evolutie te beïnvloeden. Noach was een van de eerste die dat deed. Ondanks hij dat per ongeluk deed. Even kijken hoor. Ja, deze. Met... toen hij alle dieren verzamelde, toen heeft hij per ongeluk een verstandelijk gehandicapte koe meegenomen. Volgens zijn ze ja, zo geëvalueerd. Die moet je niet weer terug. Okay. Ja, moet die. Ja. Ja, ja, tegen het dicht. Ja. Ik ben zelf ook bezig met de evolutie te invloeden. Zo ben ik zaaddonor geworden om een betere wereld te creëren. Zaaddonor. Dus, jullie moeten zeggen. Je doet er niemand op plezier mee. Daar heb je heel de week over gedaan, joh. Geloof het niet eens, is je dat? Nee, dat heb je heel de week even gedaan. En omdat het paas is, ik kwam ook, ja, deze heb ik al een tijdje. Ja, deze heb ik gevonden in een eierdoos. Dat is echt een ei. Dat is echt een ei. Ja. Oh, ja. Dat is ook al echt. Ja, dat is ook echt. Deze al echt. Niet laten vallen. Nee, ik denk dat hij is al een beetje over de datum. Ja. Maar ik dacht, misschien is het wel een grap van tijdreizigers of zo. En die dan dat in mijn eierdoos hebben gestopt. Er zijn ook al eerder grappen uitgehaald door tijdreizigers, door mensen uit de toekomst. Ja, Stone Age hier gezet. Waarschijnlijk een studentengrap. Ja, als ik in de tijd zou kunnen reizen, dan zou ik wel weten. Dan zou ik naar de trein gaan en kijken wanneer de conducteur mijn kaartjes controleert. Dan weet ik wanneer ik een kaartje moet kopen en wanneer niet. Bespaar ik me een hoop geld. En nu het ook over de toekomst hebben, ik dacht ook, wat nou als je denkt, ik dacht over nou over darten. En wat als je nou iedereen alleen nog maar 9 darters gooit, dan de sport zou blijven bestaan. En dan zou eigenlijk weten we heel weinig. En kennis is heel erg gerelateerd aan tijd. Ik had hier ook zo'n tekeningje gemaakt. No. En dan als je dan zo kijkt, dan heb je nou. Dat is niet voor niks natuurlijk. Zo dicht bij elkaar. Ja. En ik heb ook. Oh, nee, hier is hij. De zak. Ja, en als je nadenkt over de Venus van Willendorf, dat is het oudste beeldje wat ooit is gevonden. Hier. En dat is ook heel anders gegaan eigenlijk. Want dus, kijk, hier zijn oerkinderen zijn aan het kleien. En dan de leraar die stuurt één leerling weg. En die gooit het dan het mislukte beeldje weg. En dat is heel beroemd geworden. Is van Willendorf. Ja, ja. Ja, we zijn eigenlijk maar heel klein. En ik heb nog één. Kom hier naar beneden. Ja. Ik dacht, als je zeg maar een soort van jaarlijk in 2014 zo. Oh, dan. Dan dacht ik, oh, dan moet jij die kant oplopen. Die kant? Denk het, ja. Nee, dat is eigenlijk heel, ik heb een relatief best eind. We zijn heel, Het is een groot jaar. Het is klein. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig. Ja, dat was het.